Deze molen is oorspronkelijk gebouwd in 1750. Stond op een andere plek dan de huidige plek en is eind jaren 90 verplaatst en hier weer opgebouwd na een flinke restauratie. Nu wordt de molen opnieuw gerestaureerd. Vorige week zijn de voorbereidingen gestart van de restauratie en vandaag worden de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Vandaag worden in ieder geval de roeden worden uitgenomen, dat is het wiekenkruis. En daarna wordt de kast van de molen, het hele molenhuis, wordt van de standerd getild en in de wei naast de molen, naast de onderbouw geplaatst, zodat men de standerd kan uitnemen. En waarom moet dit allemaal gebeuren? Die standerd die is gebleken dat die van binnen verrot is en die zal moeten worden vervangen. We hebben ervoor gekozen om een zogenaamde spookstandaard om die nu te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk een stalen prothese en die wordt bekleed met de twee delen van de huidige standaard. De huidige standaard die wordt doorgesneden, wordt uitgehold en die wordt tegen die stalen prothese aangemaakt. De restauratie zal na vandaag niet afgerond zijn. In de komende 6 maanden gaat er een hoop verbeterd worden aan de molen. Ja, er moeten naast dat de standerd moet worden vernieuwd, worden ook het wiekenkruis wordt vervangen. Die worden op dit moment in productie. Daarnaast zit er nog in de molen een enorme dikke balk. De steenbalk, ook daarin is rot geconstateerd, maar die kan gerepareerd worden. En als straks weer het molenhuis erop kan en de roeden worden weer in geplaatst, dan moet daar wel allemaal hekwerk opgemaakt worden. Dus allemaal houten latten, zoals de wieken normaal gesproken eruit zien. Dus het is een proces dat zal toch wel een half jaar in beslag nemen.